grappig hoor, jongens. Dat is grappig hoor. Oh, heeft hij mij gezien? Hij draaide hem naar mij om. Heeft hij mij gezien? Wow. Yo, dames en heren. Ik ben Tobof en welkom bij de tweede aflevering van Ark Survival Evolved. Jullie weten, de vorige keer werd ik gekild door een raptor. Ja, en deze schildpad kan mij helaas niet helpen, nee. Zo, ja, hij zei het ook. Dus ik ga vandaag proberen de raptor te zoeken en te killen met mijn speer. Ja, en ik ga ook proberen een huisje te bouwen. Een beetje level up, even kijken wat ik heb. Ja, heel wat spulletjes, alleen, wauw. Ik moet eigenlijk een tweede speer hebben. Want als ik mijn speer gebruik, kan die kapot gaan. Dus dat moet ik dadelijk even gaan maken. En engram punten heb ik niet. Ik heb er maar eentje. Dus we moeten even wat spulletjes verzamelen. Houthakken, dino's doden. Maar eerst ga ik die raptor opzoeken, ja. Heb ik iets anders? Ik ga toch nu een tweede speer maken, ja. Anders ben ik erg kwetsbaar. Steen, hoppakee. Zo, één steen, twee maar. Wanneer krijg ik flint? Hup. Ja, kom op. Nog één flint. Als het mag. Oh, mijn pickaxe gebroken. Dat meen je niet. Moet ik dat ook weer gaan maken? Jezus, team vet. Oh, gaat lekker vlot. Zo, verplaatsen. Hoppakee. Ja. Vet. Fiber heb ik ook nodig. Zo. Veel besjes. Kan ik ook misschien ooit opeten. Meer fiber. Nee, dat meen ik niet. We hebben meer fiber nodig. Oh, jezus. Zo, nog even wat meer. Ja. Hoppakee. Lekker craften. En dan hebben we een tweede pakket. Zo, even ruimte maken. Oh, dat is handig. Zo, oh, een bestje is gespoord. Fijn. Oké, die raptor was volgens mij die kant op gegaan. Dus ik ga ook die kant op. Ja, laten we dat gaan doen. En ik zie een raptor. Oh nee, dat is een vogel. Wauw. Vogel, dat is een hele rare vogel. Dat is raptor, jongens. Dat is raptor. Heeft hij mij gezien? Hij draait hem naar mij om. Heeft hij mij gezien? Wow. Prikken. Kom. Hij is dood. Ik heb hem gekild. Oh, lekker dan. Haha. Ja, kan mij niet meer killen. Ik ben onsterfelijk. Oh. Ik respawn iedere keer als jij mij opeet. En nu eet ik jou op. Hup. Zo. Ik ga voor hard en daar heb je extra nodig. Ja. Mooi. Zo. 9 hard. Dat is veel. Dat is echt veel. Oké. Zijn er andere monsters? Nee. Ja. We hebben wat meer XP nodig. En dat wordt wat meer dino's killen. Ja. Ik weet het. Dat is sneu. Maar het moet. Ja. Ik zie hier niet echt 1, 2, 3 een dino lopen. Ja, aan de overkant. Maar die traak ga ik echt niet proberen. Dan ben ik echt dood. Ik wil gewoon wat kleinere dino's. Ah, die vervelende grot. Libellus of hoe ze ook heten. Meganeura. Zo hé, doe rustig. Zo, oh, nog meer. Bam. Yes. Level up, nice. Schifting, dat is volgens mij echt heel goed. En ik heb net gepoept. Ik heb gehoord dat je van schifting armor kan maken. En ja, wat zou ik doen? Ik wil eigenlijk melee damage doen. Maar werkt het ook op wapens? Dat zou wel erg mooi zijn. Ik ga denk ik toch voor health. Ik zit te twijfelen.
Ik denk dat het niet werkt, helft. Zo, 9 punten. Allemachtig. Ik ga geen dino stemmen, dus die knuppel heb ik nog niet nodig. Huisje, ja, je hebt sowieso een foundation nodig, dus die gaan we doen. Een deur is ook heel handig. En dan hebben we nog 3 over. Laten we een slaapzak. Huppakee. Ja, ik doe het. Zo. Zo, ik heb los van mijn keel. Oké, wat heb je ervoor nodig? Zo, 25 hide en fiber. Nog meer fiber en vets en fiber. Je hebt echt voor alles fiber nodig. En allemachtig, het wordt ineens donker. Ik heb gepoept alweer. Ik heb gewoon... Wauw. Ook gewoon random muziek, hè. Wauw, dat is echt bijzonder. Ik zie helemaal niks. Ik loop naar mijn huisje. Ik hoop dat dat voldoende is. Zo, ik heb echt veel honger. Laten we vlees meteen gaan koken, ja. Hup, alt houdt erin, light fire. Zo, dat is veel beter. Oké, fiber haal je uit struik en vet van binnen. Zie je, ze krijgen alleen maar wood. 1 vet, 3 maar? Jezus, dat is zo weinig. Oh, wacht. Moet je de pickaxe gebruiken? Ja. Ah, dus dat je het werkt volgens hetzelfde systeem als met vlees. Vlees met een pickaxe en huis met een axe. Ja. De pickaxe werkt echt goed op cat. Ah, wat een gekraak, man, van die bomen. Oh. Zo. Nu hebben we denk ik wel voorlopig even genoeg. Maar ik denk... Ja, fiber en dan zien we dadelijk wel wat we meer nodig hebben. Ik zie jullie als ik klaar ben met verzamelen. Oké, jongens. Ik heb even wat spul verzameld. En het vlees is klaar om koken. What the fuck? Spoils in 5 minuten? Ik heb het net gekookt. Oh, ik heb een idee. Kan je het nog een keer in het vuur doen? Hoezo kan je het niet langer doorkoken? Wat is dit voor onzin? Nou, dat wordt dan vlees verzameld dadelijk. Oké, we kunnen sowieso foundation maken. Oké, we hebben meer dan genoeg. Laten we dat gaan doen. Het lijkt mij wel leuk... om 4 foundations te maken, ja. Dan heb je nog een beetje ruimte voor huis, ja. Oké, en we hebben te weinig vet. 1 vet. Maar we moeten nog een foundation hebben, dus we hebben nog 40. Nou, eigenlijk 21 vet nodig. Zo. Oh, nog eentje. Hup. Ja, we hebben genoeg, maar toch even voor de... Nu heb ik denk ik ook vet voor nodig, nu ik toch bezig ben. Zo. Ja, ik denk dat dit op zich wel genoeg is. Oh, ik zie dat we een fiber nodig hebben. Hup, fiber. Kom op jongens. Het is tering donker hier. En die toorts kan ik echt alleen maar gebruiken. Als... Ja. Als je niet aan het bezig bent. Een kokkraag opzit. Bewaar ik nou even. Kijk eens aan. Ja, ik denk dat dit wel genoeg is. Huppakee. Laatste foundation. Nog meer fiber. Are you kidding me? Oké, we hebben wel genoeg fiber voor 1 doorframe. Ja, wat hebben we nog meer in onze inventory? Niks bijzonders, laten we gewoon gaan bouwen, ja. Goed idee. Weet je wat me leuk lijkt? Dat dit huisje met een zicht
op het water en die straal heeft. Ja, dat lijkt me super tof. Dat, ja, laat je me dat gewoon gaan doen. Oké, okay, foundation. Ja, hier zo. Ja, hiernaast. Oké, okay, dan eentje ervoor. Wauw, dit is een... waarom werkt het niet? Can't place that floor is obstructed. Wat een bullshit, ligt er iets? Ja, steen. Hier nog iets? Nee. Dan zou die het moeten doen. Hoe de fuck, dat werkt niet. Je kan het alleen aan de zijkant plaatsen. Wat een bullshit. Nou, dan wordt het een lan uitgerukt huisje. Ja, dat is ook wel grappig en niet praktisch. Ja, gewoon lekker lan uitgerekt. Ja, nou, dan doen we hier ook. Huppakee. En dan doorframe, laten we dat met naar de lichtschaal. Ja, daar zo. Het is echt tering donker hier, jongens. Jeetje, ik hoop dat de nacht snel voorbij is. Oké, okay, we hebben bijna een nieuwe level up. Ja. We moeten een nieuwe dinosaurus gaan killen. Ja, ik zie jullie daar als ik ben. Waar is de straal eigenlijk heen? Waar is de straal heen? Het is niet die. Serieus, hij is weg. Nee, wat een bullshit. Nee, nou. Shit. En die Lovio zo spuug lelijker. Oh, prikken. Oh nee, als ik nog dood ga, hè, dan ben ik een noob. Zo, hé. Level 9, oké, okay, hike. Yo, dat is zo weinig. 2 hide, 2 meat? Are you kidding me? Nou, verder zie ik hier niet echt dinosauriërs. Dus ik denk dat we toch aan onze eigen kant, waar het huisje staat, dat we daar een dinosaurus moeten gaan zoeken. Ja, nogmaals, ik zie jullie daar. Nou, ik ben aan de overkant. Het is nog steeds nacht. En die groene straal, nee, daar moet je volgens mij level 15 voor zijn. Of 10. Oh, wow. Een dodo. Wild female dodo. Ah, cute. Maar ik moet je helaas doden. Voor vlees en hide. Ja, ja, sorry. Zo. Huppakee. Zo, jezus, 7 hide. Dat is gewoon 2 keer zo... Minimaal 3 keer, bijna 3 keer zoveel als die Lovio-saurus. Een dodo is gewoon een verenpak met een snavel en poten eraan. Wauw. Echt, logica. Pure logica. Echt waar. Oh, een Lichtio-saurus. Nee, ik ga hem niet tegen. Ik ga je aanvallen. Zo, wat een geschreeuw, man. Zo. Serieus? 1 vlees? Uit zo'n hele ding? Ik ga mijn torch echt gebruiken, ja. Hé, hey, hallo. Ik ga je killen. What the fuck? Ik kan mijn speer niet gebruiken in het water. Ah, je hebt geluk, ja. Zwem maar weg. Zo, ja. Ik hoop dat hier nog meer dinosauriërs zijn. Of dodo's. Of lichtdinosaurus. En ik heb het koud. Hé, hey, dodo. Ja, mannetje. Hé, hey, ik ga je killen. Bam, bam, bam. Level up. Yes. Level up. Oké. Okay. Hide. En dan nu voor vlees. Ja. Hup. Zo. Dat is veel meer dan die Lovio-saurus. Nu ga ik wel voor de melee damage. Ja. Oké. Okay, zo. 8 punten. Een dead roof lijkt me wel handig. Een wall en een deur. Oh fuck. We hebben 1 punt tekort. Oké. Okay, hoeveel? Zo, dat is nog best veel punten. Laten we eerst naar ons huisje gaan. Ja, ik vind het een
goed idee. Ik zie jullie daar bij ons huis. En wij zijn hier aangekomen bij ons schattige kleine landuitgerecht huisje. Ja, oké. Wat hebben we nodig voor ons dakje of een deur? Die we niet hebben. Wood en fiber, oké. Ja, je hebt vlees voordat het bederft. Oh, er is eentje bedorven, fijn. Oh, je kan toch ook naar cortex maken. En dan ja, dat ga ik in de volgende aflevering doen. Goed idee. Ja. Geniaal. Ja. Ik vind het goed voor deze aflevering. Heb je ervan genoten? Beloon het dan met een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een gloednieuwe Ark Survival Evolved. En dan is de nacht denk ik voorbij. Later.